Ook op deze zware slotklim zit het topkwartet van deze Vuelta voorin. Rodriguez, Contador, Valverde en Froome. Maar onder in beeld staat dat de nummer 5 van de rangschikking eraf is. En dat klopt. Robert Gesink kijkt vertwijfeld naar beneden. Probeert zijn eigen tempo te hervinden. En de finish is nog ver. En er vallen meer slachtoffers. In een tweede groep zit de beste Nederlander van de etappe, Laurens ten Dam. En voor hem herkennende Chris Froome. De nummer 3 van het klassement. Simpelweg eraf gepierd. En vooraan blijkt dan dat het nog harder kan. Valverde is los. En daar komt Contador. En geen Rodriguez. Rodriguez past. Rodriguez is een man die het een kilometer lang kan. Maar als het langer is, dan wordt het lastiger. En dan is dit de kans voor Contador. Dat doet hij samen met Valverde. Maar je ziet hoeveel moeite het ook kost. Hoe langzaam het gaat. De explosiviteit is eraf. Maar dat is juist waar Rodriguez in uitblinkt. Daar komt hij toch terug, die kleine Rodriguez. Hij is er nog niet, hoor. Die kleine krijgen. Purito noemen ze hem. Purito. Genoemd naar de sigaar die hij moest oproken in de tijd van een ontgroening binnen die ploeg. Het is inderdaad Marcinski, de Pool die erbij daar zit. Daar gaat de kant erdoor. Nog een keer. Nou, ze krijgen hem er niet af. 3 Spanjaarden bij elkaar en daarmee is de Brit Froome vooralsnog uitgeschakeld. De 3 nemen dan even gas terug, waardoor de Amerikaan Andrew Talensky, net als Daniel Moreno, dat is een knecht van Joaquin Rodriguez, kan aansluiten. Dat gaat Contador. Ja, nu dan. Nu dan toch. En wie reageert? Maar kan niet het? Rodriguez. Het kost zoveel moeite op het moment. Dit heeft hij, hij is weg. In de eerste week ook gedaan en toen mislukte het. En explodeerde zijn benen. En nu gaat hij nog een keer. Maar dit is ook exploderen, alleen de goede kant op. Maar nu volhouden dan, dat is de vraag. Gaat hij hier het klassement, inclusief bonificatie, naar zich toe trekken? Het zou dat zijn. De hele dag het gewicht van de koers op zijn nek genomen. We hebben gezien hoe moeite die heeft om hem meteen een gat te slaan. Maar hier doet hij toch opnieuw met de derde poging. De nummer 2 van het klassement op 13 seconden van Rodriguez. En Froome komt terug, maar kijk eens hoe die man spartelt. En het wiel van Henao. En waar is ten Dam? Ten Dam zit hier ergens achter. Het is nog maar 1200 meter. Het is Oeran die daarvoor aan het gang maken is. Maar wat leidt hij? Alle mannen tot het uiterste. Komt er door nog aan de leiding. 1100 meter. En hij moet het hebben van die langere aanval. Hey, hoe is dit nog mogelijk? Christopher Froome uit wat de doden opgestaan. Karakter moet je dan hebben. Ook niet alleen dat je het verzint, maar dat je het dan ook doet. Je en dat je het niet, kunt. Dat je kunt het niet en toch doe je het. Dat is hier rennen. 1100 meter. Froome komt eraan. Froome uit de achterhoede. Fantastisch. Hoe kom je erop? Zijn kist was al dichtgetimmerd. Maar hij trekt hem open. Alsof ze een spook zien. Maar ja. Maar nu moet ik toch even. Tuurlijk, maar dit is wat wielrennen is. Bluffen. Hij valt als het ware de hekken in. En Contador houdt stand. Is dit strijd? Dit is de Vuelta zoals we hem de hele week zien. En Rodriguez gaat nu. Geweldige finales in deze Vuelta. Valverde moet mee. Kan mee. Froome is zichzelf aan het opblazen. En trekt de kist weer dicht. Nou, hij is wel boos nu. Contador al in die laatste kilometer. Maar kan niet stand houden, want hij gaat echt niet meer zo hard, hoor. Nee, maar Froome ook niet meer. En Valverde en Rodriguez zijn er vandoor. En Rodriguez in de jacht op Contador. En Valverde moet nu toch ook ietsje laten lopen. Hoe groot is het verschil? Contador op kop. Kijkt achterom. Ziet nog niets. Maar daar komt hij wel, hoor. Purito. Purito is wel de man van de Vuelta in deze eerste 2 weken. We zijn aan de 3e week begonnen nu. Tot het uiterste. In het laatste kilometer. En weer een stijlstuk. Dan komt hij toch weer terug. Is het een secondenspel, deze etappe met aankomst bergop. En ook morgen gaat het omhoog. Ook overmorgen is de aankomst omhoog. En ook komende woensdag.
Dat belooft dus nog steeds spektakel. Er is niets beslist. 13 seconden moet hij overbruggen. Hij krijgt een enorme optater van een toeschouwer. Maar nu is hij veilig. En daar komt Rodriguez. Geen 13 seconden. En Rodriguez gaat hem inhalen en gaat hem voorbij rijden. Let op. Let op. Want Contador heeft echt alles gegeven. Is nu gekookt. Dit is hem eerder overkomen. En de nummers 1 en 2 hebben elkaar in een wurggreep. Met Froome. Kort erachter hoor. Van verder daar nog tussen. En Contador helemaal opgereden. Maar nog Rodriguez. Nog een keer. Wat een doordouwers. En wat een strijd. En Contador wil ook zijn etappes winnen. Maar ja, geef je dat cadeau, Rodriguez? Ik denk het niet. Of wil je vrienden maken? Daar gaat Rodriguez. Ze geven niets cadeau. Rodriguez ook niet. Maar Contador geeft nu af. En dus wint Rodriguez opnieuw. In de kleuren van de leider van het klassement. Rodriguez gaat de etappe winnen. En weer wordt Contador op een col bij aankomst bergop eraf gereden. Rodriguez tekent voor zijn derde. 6 seconden pakt hij toch even. Contador geklopt. Wordt tweede. Maar wat een strijd. Daar is Valverde. De nummer 3. In de strijd om de vierde plaats wordt Chris Froome nog voorbijgestoken door Daniel Moreno. Het verlies van de Engelsman bedraagt 38 seconden. En terwijl Joaquim Rodriguez zijn eerste interview afgeeft, komt de beste Nederlander over de streep. Laurens ten Dam wordt op 1.04 achtste vandaag. Gesinkjes 14e op 1.56 en Mollema verliest ruim 3 minuten. In het algemeen klassement neemt Rodriguez nu flink afstand van Froome en Valverde. Maar Contador staat nog altijd tweede op 22 seconden. Gesink is een plaatsje gezakt en Ten Dam staat nog altijd keurig 9e.